Het gaat dus over die moord en zelfmoord. Je maakt hem samen met Lammert de Bruin, ja, even klopt, de concreetheid. Ja. Laten we even een paar, want je moet hem gewoon beluisteren. Je hebt hem gemaakt. Heel spannend. En ook dingen die je gewoon niet weet. En ook een tijdbeeld komt erboven. René Mioch, jij de dag voordat ze is vermoord of zelfmoord heeft gepleegd, heb jij haar nog geïnterviewd? Ja, ze kwam naar de studio van Radio Lucas, de ziekenomroep van het Lucas ziekenhuis. Jij werkte bij de ziekenomroep? Ja, dat deed je s'avonds, als hobby. En hoe oud was je toen? 17, 18 jaar, zo. Zullen we even luisteren naar een stukje uit het interview? Oké. Okay. Kun je jezelf omschrijven? Omschrijving geven van Mathilde Winnink? Oh, fenomenaal. Nou zeggen de mensen dat mens heeft capsones. Nee, een gepast gevoel van eigenwaarde. Ja, ja. Ben je zelf het belangrijkste in je leven? Ja. Kijk, ze staat, hebt u naast het lief als uzelf. Ja. Dus moet je in de eerste plaats liefde en respect voor jezelf hebben. En dan kun je alle gevoel ter wereld opbrengen voor een medemens. Ja, heerlijk. Wat voor indruk maakte ze die avond? Omdat ze zou dan een paar uur later zelfmoord hebben gepleegd. Was ze depressief? Nee, ze was heel vrolijk. De programma, een beetje cliché, maar ze mocht zelf de muziek uitzoeken. Dus ze was een uur eerder om uit de platenkast, ze had zelf een lijst gemaakt, de platen uit te zoeken. En met iedereen in gesprek en totaal niet de, zeg maar, enige afstand bewaren. En in dat gesprek ook was ze tot open. En echt, ze zei, de Zeeuwse dijken zijn weer gedicht of zo. Ze hebben het moeilijk gehad. Weet je, maar je had het gevoel, nou, die is door een dal gegaan en die is er weer uitgekomen. Na haar dood wilde Henk van der Meijden dat interview meteen hebben van jou. Dat was heel raar, want ik woonde natuurlijk nog gewoon bij mijn ouders. En op een gegeven moment, de dag na haar dood, belt Henk van der Meijden mij op en die zegt, je hebt Mathilde geïnterviewd, hè? Ik zeg, ja. Hij zegt, ik wil graag dat interview hebben. Ik zeg, nou, gedaan? Nee. Hij zei, maar je kan heel veel geld, hoor. We betalen geld. Ik zeg, maar het is van de ziekenomroep. Ik ga toch geen geld vragen. Koop je een mooie grafsteen voor haar? Toen dacht ik, man, ik ga toch geen grafsteen voor Mathilde? Ik bedoel, zo. Ken haar amper. Nee, precies. Maar ik vond het wel raar. En ik heb dat toen niet gedaan. Ik heb het toen aan de VPRO gegeven. En die hebben het helemaal uitgezonden. Ja, we moeten even hebben over de rol van Henk van der Meijden in dit verhaal. Want toen zeg maar het lijk van Mathilde werd gevonden en de politie daar was, kwam hij ook meteen. En wat is zijn rol daar? Dat is een heel raar verhaal. Vandaag, dat kan je eigenlijk niet meer. Hij ging ook gewoon naar binnen terwijl de politie er was. Ja, bedoel, Mathilde is uiteindelijk dood aangetroffen met een kogel in haar hoofd. De politie kwam erbij. En wie kwam daar op de crime scene? Henk van der Meijden als telegraafjournalist. En die had het op de scanner gehoord dat Mathilde was overleden. Gerard Vitely, dat was de kijk, Mathilde is uiteindelijk gescheiden van Karel Willink. En toen is zij een relatie aangegaan met een Amsterdamse crimineel, Gerard Vitely. En die heeft haar dood gevonden. Dus die twee kerels, die twee mannen, stonden op die crime scene. En wat gebeurt daar? Gerard Vitely geeft aan Henk van der Meijden 8 zakjes cocaïne. Die stopt hij in de mantel, niet in een jas, in de mantel van Henk van der Meijden. En Henk neemt dat mee van de plaats delict. Je moet echt, want dit is die hele podcast. Want ja, en er zijn 6 afleveringen. En je moet niet te veel vertellen. Maar Henk van der Meijden komt voorbij, komt niet voorbij. Wat er gaat gebeuren, dan moet je die podcast gewoon luisteren. Je moet volgens mij eerst het interview van Henk van der Meijden gaan zien op YouTube. Dus ken jij Mathilde Willink. Maar dit is wat Henk zei zelf, weer bij een collegaatje Jaap Jongbloed in 1994 over zijn rol. Hij nam me mee naar dat hoekje waar die matras lag in de erker. Die matras die uitzicht gaf op het atelier van Willink. En hij deed een hele snelle greep onder die matras, terwijl er zeker 8 politiemensen omheen stonden. Er stopte iets in mijn jas. Maar u moet toch gedacht hebben, dat kan niet iets zijn wat klopt, wat deugt? Nou, ik zal je eerlijk zeggen, ik heb eigenlijk niets gedacht op dat moment. Ik dacht alleen aan mijn verhaal. Ik was in een soort trance. Maar is het niet juist een bizarre actie voor een journalist om op de plek van een gewelddadige dood iets van een van de aanwezigen mee te nemen, wat dan later drugs blijkt te zijn? Ik weet niet of het drugs waren. Dat wordt nu gezegd. Het kan best. Maar ik wist bij God niet op dat moment wat het was. Imka, ik heb gewoon een simpele vraag. We hebben die podcast niet beluisterd. Denk je? Nou, ik zit net dit opnieuw te bekijken. Want het is natuurlijk een fantastische film van Jaap Jongbloed. Maar over die rozen wil ik het nog even hebben. Ja. Zij hield veel van rozen. Maar weet je dat Henk haar beloofd had dat hij uit de hemel van haar hemelbed zou die 150 rozen laten vallen aan het eind van het programma. En dat deed hij niet. En gaf haar een boeket. Maar denk